Bij het Nationaal Monument in Amsterdam zijn wederom de doden uit de Tweede Wereldoorlog met bloemen en 2 minuten stilte geëerd. Maar het is overdreven om te zeggen dat dit in het hele land gebeurde. Dit is het Brabantse Sprangkapelle. Het monument is van de beeldhouwer Carrasso. In Waalwijk was het koopavond. Geen 2 minuten stilte, geen enkele vorm van herdenking. Bij het prachtige oorlogsmonument van John Redeker, geen bloemen, geen vlag en half stok. Ook door de bewoners in de buurt van het monument werd niet half stok gevlagd. Wij vroegen een van hen waarom niet. Ik meen dat de afspraak is dat om de 5 jaar die herdenking zou gebeuren. En bent u het daarmee eens? Gedeeltelijk. Welke bezwaren heeft u? Dat ik toch wel vind dat het nog te kort geleden is om dit niet meer keer meer te herdenken. Onder jonge mensen bleek soms weinig bekend over de oorlog. Weet je wat voor avond het is? Geen idee. Wat zegt jou de 4e mei? Herdenkingsdag van... Ik weet niet. Toch wordt op sommige scholen op de herdenkingsdag nog wel over oorlog en bezetting verteld. Want als Venlo wou overvallen, dan reden die tanks over die mijn heen en gingen ze de lucht in. Dan moesten de Nederlanders, of die van Venlo, die moesten dan die gaan graven, maar dat deden ze niet. Hadden ze de burgemeester en een paar dokters hadden ze toen gepakt. En toen zeiden ze als jullie niet komen werken, dan maken we die burgemeester en die dokters dood. Waalwijk herdenkt zijn oorlogsdoden eens in de 5 jaar. Het waren er 78. Er is een man die valt zo neer, die wordt neergeschoten en die valt zo neer. Is dat niet een verzetstrijder?